Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. En vandaag heb ik twee gasten, Saskia Vugs en Jan-Jaap van Hoekel. Saskia is kunstenares en Jan-Jaap is mediator, personal coach, maar ook schrijver van een recentelijke... recentelijk is de boekpresentatie geweest. Ja. De enige dwarsligger op de weg naar geluk ben jezelf. Dus daar kunnen we mooi even wat meer over weten. Maar Saskia, allereerst, recentelijk ben jij in het nieuws geweest. Nou, vertel eigenlijk zelf maar. Nou, ik heb eind augustus was er iemand in mijn kenniskring die zei... Saskia, jij moet de presidentsverkiezingen maar eens goed gaan volgen op de voet. En, want het is zo leuk. En dat ben ik dus gaan doen. De presidentsverkiezingen voor de Verenigde Staten. En dat ben ik gaan volgen. En eigenlijk in eerste instantie niet met de gedachte om die kandidaten te gaan schilderen. Maar gaandeweg kwam het idee van als ik ze nou eens allebei ga schilderen en dan 8 november moeten ze dan klaar zijn. Ja. Dus dat was september, oktober, half november. En in principe moet ik dat kunnen. Als ik 2 hele grote kleurschilderijen maak, dan is dat wel kort dag. Maar het was ook wel een leuke deadline. Ja, een goede uitdaging. Ja, dus ik heb me daarop toegelegd en ik ben daar nu dus volop mee bezig. Er is natuurlijk een hele hoop geschreven over de 2 kandidaten. Nou. Sommigen zeggen het is een keuze uit niks. En anderen zeggen, er zit toch wel wat potentie in. Hoe heb jij gekeken naar die campagne? Ik heb in de eerste instantie voornamelijk, zeg maar, vond ik het nog niet zo'n strijd tussen die 2. En kon ik me heel goed inleven in allebei. Dat ik dacht van, nou goed, ik ga even kijken wat ze te bieden hebben. Maar sinds de debatten op tv zijn, ja, dan is mijn beeld toch wel heel sterk beïnvloed. En de karakters zijn veel sterker geworden. En voor mij is het juist heel leuk om wat oudere mensen te schilderen. Veel karakter, veel achtergrond. En ja, zoals natuurlijk toch mijn portretten aankijken. Ja. En ik toch een beetje de spiegel van de ziel in die ogen wil leggen. En het karakter wil neerzetten. Ja, wat zijn dan de karakters? Hè? Dat is natuurlijk... Ja. Maar dat is toch een emotie. Hè? Dat is een gevoel. En ze hebben allebei hun plussen en minnen. En ja, ik wil me eigenlijk ook zo onpartijdig mogelijk opstellen om ze goed te kunnen weergeven. Maar het lijkt erop alsof ze Jan-Jaap eigenlijk moeten inhuren. Ik denk het ook. Ze moeten gelukkig worden. Hoe kijk jij naar die presidentsverkiezingen? Ja, ik heb het er niet makkelijk mee, moet ik zeggen. Dat die Trump die zo ongenadig vrouwenonvriendelijk zich uit... Dan denk ik, ja, die kan geen president van de Verenigde Staten worden. Nee. Nee, dit is, we zijn 100 jaar terug. Hè? Ja. Die hele strijd moet weer opnieuw beginnen. Hè? Als deze man aan het roeren. Dus hij komt niet aan het roer. Hij komt niet aan het roer. Nee. We hebben bij deze dus hij komt niet. Nee, mensen zijn toch wel bij zinnen, weet je. Hè? We gaan niet een maloot aan het roer zetten van zo'n grote staat en baas over de halve wereld. Nee. Ja. Nee. Ja, want daar komt het feitelijk wel op neer. Want toen jij, zeg maar, het portret van Donald Trump maakte, wat was jouw beleving daarbij? Of heb je dan geen beleving? Ja, jawel. Laat je, ja, zeker wel. Ik heb, zeker omdat je ze zoveel ziet acteren op tv, krijg je natuurlijk een heel, heel duidelijk beeld van iemand. En zijn mimiek is natuurlijk extreem. Hè? En juist dat is heel leuk om dan ook te proberen erin te leggen. Nou, als je naar mijn portret van Donald Trump kijkt, ja, ik denk dat spreekt voor zich. Ja. Hè, dat straalt wel enige arrogantie en... hij kijkt op een beetje boos. Ja, en het is... jouw portretten zijn natuurlijk prachtig. En wat zo knap is, het wordt geen karikatuur. Het is gewoon zoals je, zeg maar, op dat moment kijkt naar de persoon. Ja, ik leg er wel toch mijn eigen touch in. Ja.
En dat is niet zozeer in het beeld, maar meer het kleurgebruik en de, het contrast wat ik erin leg. Ja. Ik doe toch wel iets met de ogen vaak, waardoor het hele beeld om de ogen draait. En ja. Ja, dat is toch wel een beetje mijn kracht. Maar dat is ook een beetje jouw kenmerk, toch? Mm-hmm, absoluut. Je gaat ook nog exposeren? Ja. Wanneer? In Theater aan de Parade. Gaat toch door, ondanks de asbest die gevonden is. En ze gaan in november, geloof ik, weer open. En ik ga direct naar de carnaval tot het theater dicht gaat op 1 juni, geloof ik. Dus dan ga ik, zeg dus 2017 maar, start jouw expositie in Theater aan de Parade. 12 november, of 12 maart. Ja. En wederom de opening wordt verricht door onze Fuchse burgemeester Van der Mortel. Ja, Roderick. Ja. Ik heb overigens ergens een keer gelezen dat jij zei: ik heb een enorme fascinatie voor mensen en dat uitzicht in mijn werk als portretschilder. Ja. Kun je dat eens uitleggen? Nou, ik denk dat ik op een bepaalde manier wel heel gevoelig ben voor wat als ik iemand ontmoet, dan heb ik al heel snel een beeld van zo'n persoonlijkheid zit erachter. En om dat weer te geven in het doek, dat vind ik, dat is de grootste sport die er is voor mij. Ja, en dat drijft jou ook, zeg maar, in je dagelijks leven? Ja. Ja, ik vind, kijk, dat is natuurlijk, ik heb een heel solitair beroep. Ik zit altijd alleen te werken. Ja. Maar voor mij is contact met mensen, ik hou van mensen. Dat kan niet anders, hè? Nee. Je kan geen portretten schilderen als je niet van mensen houdt. Nee. Ja, ik hou er echt van. Dat weet je niet, hè? En mooi heeft geen betekenis, maar wel indrukken en kracht die ik voel als ik mensen aankijk. Dat ja, vooral. Want je hebt ook wel gezegd, hè, mijn geluk is lang gezond blijven en omringd worden door dierbaren. Overigens, mijn geluk dat sluit dan ook prima aan op hetgene, want jij hebt daar... We maken gewoon even een bruggetje naar het boek, want daar gaat het ook over. Ook voor jou is geluk weggelegd. En dat is niet altijd zo, heb je in het eerste gedeelte van het boek geschreven. Hoezo niet altijd zo? Nou, je hebt het geluk niet altijd zelf zo ervaren. Oh, als het over mij gaat? Ja. Nee. Ja, het is wel grappig. Ik had er gisteravond nog eens een gesprek over. En... mensen, ik heb nu wat opgeschreven zoals veel mensen mij niet kennen. Dus ik heb iets naar boven gehaald van mezelf. Wat veel mensen niet, uit mijn jongste jaren vooral, hè, mijn 20, 30, ook 10, hè, in die jaren. Dat ze denken van, maar dat was toch een hele leuke man. En die, of een leuke jongen en leuk spelen en leuke dingen doen. Ik speelde gitaar en ik had een beentje. En ik heb heel veel lol gehad ook in mijn leven. Maar men zag dat aan de buitenkant. Nou, het interessante is, vooral ook nu ik besloten heb om zeg maar mijn levensverhaal te vertellen. Tenminste, als het gaat dan over gelukkig en ongelukkig. Hè? Ja? Niet mijn hele levensverhaal. Het is wel een interessante exercitie. Hè? Dat je dan gaat kijken naar jezelf en eigenlijk ontdekkingen doet over jezelf die je eigenlijk nu pas kunt zien. Ja. En als ik nu... ook wil erkennen waarschijnlijk. Ja, en dat, het is nou... Kijk, ik denk wel heel veel na over alles en nog wat. Maar nu dwong ik mezelf om na te denken over mijn eigen leven. En hoe is dat verlopen? Waar begon dat? En hoe komt het dat het was zoals het was? Mm-hmm. CQ, hoe het is zoals het is. Hè? Ja. En, want sorry dat ik even interrompeer, maar je zei, waarom heb je eigenlijk het boek geschreven? Want je zei dat net al. Van... Ja, maar dat komt, dit is mijn derde boek. Ja. En het eerste boek zijn uitsluitend, zeg maar, zijn 60, 59 verhalen over hoe wij doen. En het contrast met hoe het komt dat wij zo makkelijk de mist indraaien in ons leven. Hè? Wat ik zeg, wij worden ongelukkig op de automatische piloot. En gelukkig worden is een hele klus. Terwijl je zou denken, dat zou toch andersom moeten zijn? Ja. Nee. Als je niet te veel nadenkt en je leeft gewoon je leven, dan word je diep ongelukkig. Als je dus niet nadenkt. Ja. En naar mijn tweede boek, daar heb ik geluk uitgespit. Van wat is nou geluk eigenlijk? Hè? En wij worstelen altijd, als je mensen vraagt, wat is nou geluk? Dan kijken mensen naar de hemel en denken, wat is nou geluk? Ja, dat is voor iedereen verschillend. Al dit soort antwoorden krijg je. En ik neem er dan geen genoegen mee, want het is maar... Te weinig, hè. Als iedereen in deze wereld, 7 miljard mensen,
Iedereen wil gelukkig zijn, right? Iedereen wil gelukkig zijn. En vervolgens vraag je dan, maar wat is het dan? En dan heeft niemand een antwoord. Nee. Want het is allemaal voor iedereen anders. Maar hoe kan je nou toch in godsnaam mensen helpen om gelukkiger te worden... als je niet kunt definiëren wat geluk, geluk in wezen is? Ja. En het wordt dus niet gedefinieerd in de gelukswereld. Hè? En dat heb ik over Nederland, waar ik nog wat mensen van ken. En ik heb dat proberen te doorgronden van, wat is het nou eigenlijk? Hè? Wat is het? En ik heb dat beschreven in mijn tweede boek, uitvoerig. Hè? En ook de voorwaarden om... Hè? Je hebt ook voorwaarden om gelukkig te worden. Ik heb dat in het derde boek wel in kort herhaald ook. Hè? En toen het allemaal... En nu was ik met mijn derde bezig. En ik krijg altijd te horen, en dat is heel interessant... omdat ik met geluk bezig ben. Kijk, mensen die mij volgen in workshops of die me ontmoeten... of mijn boeken lezen. En dan kijken ze me aan en dan vragen ze... En jij dan? Ben jij eigenlijk wel gelukkig? En dan kijken ze erbij met een gezicht van... Nou hebben we je te pakken. Dat is interessant, hè? Zo kijken ze ook. Hè? Van, nou hebben we me. Ja. Maar jij bent heel gelukkig. Ja, dus het antwoord valt ze altijd erg tegen. En ik roep onmiddellijk, ik ben keigelukkig. Ja. Ik kan niet gelukkig. Als iedereen zo gelukkig was als ik, zag de wereld er heel fraai uit. Ja. Ik ben zo ongelooflijk gelukkig. En ik ben het al tientallen jaren. Ja, want je ziet dan dat het voor iedereen... Hè, Saskia heeft gezegd in een interview... van ik wil omringd worden door mijn dierbaren en gezond blijven. Dat is mijn ultieme geluksmoment. Ja, dat is dan... Kijk, je hebt verschil tussen... je gelukkig voelen en gelukkig zijn. En daar heb ik ook wat over geschreven. Hè? Ja. En mensen, heel veel mensen halen het gelukkig voelen... gooien ze op één hoop met gelukkig zijn. Terwijl het twee verschillende dingen zijn. Ja. Met andere woorden, als je niet gelukkig bent... maar je gaat naar een feestje tegen je zin in... omdat je vrouw je meesleept en je moet... en je hebt daar een hele leuke ontmoeting... en je zit s'avonds in de auto terug... en jij moet toch heel eerlijk zijn van... Nou, ik heb het toch wel heel leuk gehad. Oh, ja. Dus je hebt een geluksmoment gehad op die avond. En dan word je 's morgens wakker en dan ben je weer gewoon ongelukkig. Dat gaat er weer gewoon door. Met andere woorden, zeg maar, geluksmomenten maak je niet gelukkig. Nee. Hè, geluk is iets anders. Nou, verderop zeg je namelijk... Dat is wel grappig. Even kijken. Hier wil ik daar ook nog eventjes iets over hebben. Kijk. Huiswerk dan. Wat zijn dan gelukszoekers? Dat beschrijf je hier op een gegeven moment. Ja, maar het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat wij gelukszoekers... Dat gooien we ook op een hoop met al die mensen die in dit land komen... uit andere landen, oorlogsgebieden, vluchtelingen, et cetera, asielzoekers, et cetera. En dan in de politiek noemen wij dan, ja, maar gelukszoekers, die komen niet in. Dan denk ik, nou, dan is het goed dat wij alle Nederlanders nu maar verder weg gaan jagen... allemaal het land uit, want wij zijn allemaal mensen die ons geluk zoeken. Ja. En wat is er nou toch op tegen dat je in een land woont... waar iedereen straatarm is, waar je geen enkele kans hebt om verder te komen... en je snuffelt een beetje aan de wereld en denkt... jeetje, als ik nou daar naartoe ga en daar zou ik kunnen werken... daar zou ik geld kunnen verdienen. Hè? En dan zou ik me toch een stuk happier voelen. En zo'n man doet dat en dan roepen wij, nou, allemaal gelukszoekers. Dan denk ik, hoe prachtig die mensen die power hebben en die moed hebben... om huis en haard te verlaten, om uiteindelijk een ander land... ik wou zeggen hun geluk te vinden, nee, natuurlijk niet... maar om een betere levensstandaard op te bouwen... en hun kinderen een kans te geven die ze hun eigen land niet hebben. Hoezo gelukszoekers komen hier niet in? Ja. Nee, precies, als je het zo bekijkt. Het grappige is dat ik... En ik probeerde dat antwoord min of meer te vinden... en ik had het niet gevonden. Of ik heb het niet goed genoeg gelezen. Ik denk van wel... Maar hoe zou je nou het geluksmomentje kunnen vasthouden? Geluksmomenten kun je niet vasthouden. Daarom heb ik het ook niet gevonden dan. Nee. Zoals de goeroes zeggen ook, en ik zeg ze dat na... geluksgevoelens zijn vluchtig. Hè? Het zijn momenten, telkens weer. Ja, fragmentjes. Het zijn ook emoties. Hè? Geluksgevoelens zitten in je emotie. Hè? Ja. De vreugdesprongetjes die je maakt in je leven. De bijzondere dingen. Hier zitten met Saskia met jou te praten. Hè? Hoe heerlijk kan het leven zijn? Ja, toch? Ja, absoluut. Emotioneel ook. Ja. Hè? Dat voel je. En oh, wat heb ik een heerlijke avond hier. Hè? Geluk, weet je. Er zijn goeroes die roepen dat de geluksmomenten het geluk zijn.
En dan zeg ik, nou, als dat waar zou zijn, dan weet ik toch wel een hele eenvoudige manier om forever gelukkig te zijn. Namelijk, elke dag een shot heroïne. Ja. Voel je? Maar voel je jezelf wel? Ja. Voel je nou? Ja. Dus dat kan geen geluk zijn. Integendeel, dan ben je dus verslaafd en ben je diep ongelukkig. Ja. Ja. Dus ja. Gelukkig zijn is iets heel anders. En ik zeg dat geluk is een vaardigheid. Geluk is wat iedereen kan leren, wat niets met emotie te maken heeft, maar met iets wat je kunt, wat je gewoon kunt leren door dingen te doen en dingen te laten. Iedereen kan het leren. Ja. He? Dus, en ik kan het dan wel, ik heb dan mijn eigen woorden daarvoor gebruikt. En ik zeg dan, geluk is het besef dat je knoppen hebt en dat je in staat bent ze te bedienen. Ja, om ze aan en uit te zetten. En, precies, dat je dat kunt. Ja. He? En, of vertaald van dat jij de baas bent over je eigen leven. In die zin dat jij bepaalt hoe je met je gevoelens omgaat, hoe je met de dingen omgaat. Laatst weer eens geschreven aan iemand, dat ging dan over, oh ja, Isa Hoes, die, haar zoon zit in Amerika. En ze schreef op Twitter en ook op Instagram, want ze missen hem zo. Ik mis mijn zoon zo. En toen schreef ik haar, leven is wennen aan de dingen waar je niet om gevraagd hebt. Mm-hmm. Dat vond ik wel een leuke. Ja. Dat is interessant, hè? Ja, en het geluk hebben dat je iemand mag missen waar je van houdt, vind ik ook een privilege. Ja, maar vooral ook om daar doorheen te kunnen, omdat zij maakt dat mee, hè, ze voelt iets. Mm-hmm. En ik denk, en dit is nou waar je leven over gaat. Ja. Mm-hmm. Er komen allemaal dingen op je pad waar je helemaal niet om gevraagd hebt. Niemand vraagt om ziek te worden, niemand vraagt om zijn been te breken. Niemand vraagt om, een partner die roept donder op, ik heb je niet meer nodig. Niemand vraagt om, maar het overkomt je wel allemaal. En de grap is, de kunst is, als je daarmee kunt dealen, uiteindelijk in je leven, dan ben je een gelukkig mens. Als je dat kunt. Ja. Dan ben je een levenskunstenaar. En, ja, precies. Dat is dan je geluk. En dat kunstgevoel, dat weergeef jij zelf natuurlijk heel mooi op doek. Maar snap je een beetje waar Jan-Jaap naartoe gaat? Oh ja, absoluut. Ja. Ja, ik... Maar wat ik dus doe is, nu heb ik dus geluk universeel gemaakt. Ja. Dus ik zeg, geluk is voor iedereen hetzelfde. In wezen hebben we het allemaal. Dus op het moment dat je je verantwoordelijkheid kunt pakken en je leven leidt, wat er ook gebeurt, dat je uiteindelijk dat kunt mannen. Mm-hmm. Er zijn mensen die het woord mannen niet meer verstaan als werkwoord. Ja. Maar jij wel dan? Ja. Je dat kunt mannen. Ik sta mijn mannetje ook wel, overigens. maar voel je mannen. En ik zeg, dat is je geluk onafhankelijk van al je gevoelens, et cetera. En ik zeg, in wezen maken ongelukkige en gelukkige mensen exact dezelfde dingen mee. Alleen, de één, wat ik vaak zeg is, het verschil tussen gelukkige en ongelukkige mensen is, ik breek mijn been, ik ga het ziekenhuis in. Ik lig in het ziekenhuis en denk van, ja, daar ben ik nou weer. Lig ik hier weer. Het eten is hier niet op te hebben. Godverdomme, hoe lang, wanneer kan ik hier eens weg? Ik word hier zo ziek van. Dit zijn ongelukkige mensen. Voel je? Dan ben je heel ongelukkig. Daarom zei jij ook in het boek, als iedereen gelukkig is, ziet de wereld er heel anders uit. Heel anders. Even tot slot. Ja. Verderop in het boek wil ik toch nog even graag aanhalen. Oh, goed zo. Schrijf jij zwart-wit, let op Saskia. Oh jee. Zwart-wit, daar zijn wij een beetje samen. Hè? Wij zijn een beetje zwart-wit. Mm-hmm. Hè? Zwart-wit leidt tot helderheid, maar niet tot oplossingen. Nee. Dus dat is wel interessant, omdat mensen altijd roepen zwart-wit denken, weet je, dat wordt veroordeeld. Terwijl ik zeg, nee, zwart-wit denken heeft een functie. Ja. Dus heel goed dat wij zwart-wit kunnen denken. Namelijk, in zwart-wit denken maak je de problematiek manifest. Lekker simpel. Hè? Kijk maar eens hoe, dingen doet niks anders. Prem doet niks anders dan zwart-wit. Nee, dat klopt. Alleen, en ik zeg, met dat zwart-witte ben je niet in staat om iets op te lossen. Nee. Dus dat vraagt om genuanceerd denken, heel genuanceerd denken, kun je iets oplossen. Mm-hmm. Maar ik ben echt een voorstander van dat mensen zwart-wit gebruiken. Weet je, achter die regering, allemaal zakkenvullers. Ja. Denk ik, nou, dat is lekker helder. Dat is een helder probleem. Of je daarmee eens wil of niet, maar ze geven helder aan wat ze ervan vinden. Ja. Nou, vervolgens, als je nou niet meer wil dat mensen hun zakken vullen, wat moet je dan doen? Kijk, als zwart-wit denken is, nou, dan donderen ze allemaal de deur uit. Dan denk je, dat schiet dus niet op. Leuk dus op. Dan moet je, precies. Dus moet je heel genuanceerd nadenken. Hoe kun je dat het systeem zodanig maken dat dat zou stoppen en dat mensen wat decenter omgaan met hun geld en met het geld van ons. Ik roep maar wat. Ja, nou, ik heb er met genoegen
heb ik het boek gelezen. Fijn. Even tot slot, want de tijd zit erop. Oh. Waar is het boek overigens te koop? Via de website? Of, overal. Overal. Dat is gewoon landelijk verkrijgbaar. Hartstikke goed. Ja. Dus ben je daarin geïnteresseerd, dan ga in ieder geval naar de boekhandel en schaf het aan. Mijn schilderijen alleen bij mij. Ja. Ja, precies. Maar waar kunnen de mensen jouw schilderijen, kunnen ze die ook online zien? Ja, ze kunnen kijken natuurlijk naar mijn website, saskiavugts.nl. Saskiavugts.nl. Op mijn YouTube-kanaal staan nu de filmpjes hoe mijn schilderijen live geschilderd worden. En ik heb natuurlijk ontzettend veel in de social media, doe ik op Facebook en LinkedIn. Ja. En, nou ja, in ieder geval, er komen mooie tijden aan. Gaan we zeker ergens rond 12 maart zijn, geloof ik, hè? Ja, 12 maart naar het Theater La Prade en dan zie je de prachtige expositie. Ja, daar komen er 30 te hangen. 30 stuks. Ik wil er één kleine opmerking. Ik ben zichtbaar op goedinjeveld.nl. Dat kan je toepasselijker. Ja. Tot slot even voor jou, Jan-Jaap. Ja. Een paar weken geleden werd Bob Dylan kreeg de Nobelprijs voor literatuur. Geweldig. Mee eens? Ja, geweldig. Dan zijn we het samen daar ook over eens. Geweldig. Goed. Ja. Nogmaals, hartelijk dank, Saskia. Dankjewel. Jan-Jaap, hartelijk dank. Tegen de kijkers thuis zeg ik je hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van In Gesprek Met. Vandaag waren mijn gasten Saskia Vux en Jan-Jaap van Hoekel. Graag zie ik je volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Hier vanuit het Media Leerpark op TV 73. Tot dan.